Nou, Gisleen is een meid van 28 jaar. Ik kom uit Curaçao. Mijn oma is wel van Bonaire. En sinds 2 jaar woon ik hier op Bonaire. Ik ben gekomen om te werken. En uiteindelijk, ik heb besloten nu dat ik dus kunst en alles te maken met kunst en cultuur ga, dat ik me daarop ga richten eigenlijk. Als kunstenaar, hoe ben je begonnen? In de zesde klas, wat is dat, groep 8 of zo? Ik hield van schilderen, dus elke keer was ik bezig met tekenen en iedereen kwam naar mij om iets te tekenen. Of toen ik nog op de middelbare school was, wou iedereen een portret hebben, dus zo was ik ermee bezig. En dan op een gegeven moment, ik begon het een beetje serieus te nemen. Toen ben ik naar Nederland om te gaan studeren en ja, daar heb ik het nog serieuzer genomen. Ik heb geprobeerd om kunstacademie te doen, dat is niet gelukt. Maar dat heeft me niet gestopt dat ik dan niet ging door. Maar dat was juist voor mij een stimulant van, ik zie wat ik kan, ik zie de waarde wat ik mijn kunst heeft, zeg maar. En dus heb ik daarmee doorgegaan en ik heb gewoon besloten, ik ga mijn bedrijf inschrijven en gewoon doen. Oké, jij hebt hier een expositie, wat kunnen we in jouw expositie zien? Nou, op het moment heb ik een open atelier, dus dat betekent dat ik exposeer wat ik tot nu toe heb gemaakt. En daarnaast ben ik aan het werk. Ik probeer wat te maken, nieuwe kunst, want tot heden heb ik, ik had een fulltime baan, waardoor ik dus niet de tijd had om echt als een baan als kunstenaar aan het werk te zijn. Dus ik ben een beetje aan het uitproberen van hoe voelt dat, hoe loopt dat en dus hier heb ik dus mijn kunst aan het tentoonstellen en mensen kunnen langskomen, gesprek met mij aangaan, zien wat ik doe en kopen en mij aan het werk zien ook.